En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allerweugend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. U naar de kermis toe, wou ik vragen. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Ja, ik heb nog een zoontje van 5,5 en die vindt dat denk ik heel leuk. Ja, zeker. En naar de kindermiddag? Nee, ik vermijd het, want het is niet mijn ding. Ja, wat dacht u? Natuurlijk gaan we naar de kermis. Nee, de kermis die begint morgenavond pas, dus die missen wij. Vind ik wel heel leuk. Ja, maar het is eigenlijk vooral voor kinderen. Nou, ik heb er nooit echt van gehouden. En ik heb er ooit middenin gewerkt in die hectiek. Want ik heb bij Bijmans Riesengroep gewerkt en Bijmans Assurantie. Ik zat er middenin. Takkenherrie voor mij. Ja, ja, ja. Nee. Ik sta gewoon langs de zijkant. Ja. En als je nou in de draaimolen zit, draai je mee? Sowieso. Altijd. In? Nou, nee. Ik ga nergens meer in. Ik ga wel met mijn kleinkinderen over de kermis. En die laat ik overal ingaan. En die stoken ik dan op. Daar moeten ze ingaan en daar moeten ze ingaan. Maar ik ga zelf nergens meer in. Maar deze die zou ook wel mee willen, denk ik. Maar die mag dat nog niet. Nee, die is niet te klein. Hè? Ja, dat denk ik wel. Ja. En oliebollen en paling, is dat iets voor u? Oliebollen wel, paling niet. Nee. Oliebollen mag van mij het hele jaar door. Oliebollen, ja. Ben ik dol op. Maar ja. Maar dan moet ik altijd wel oppassen, want dan wil ik er zoveel opeten dat ik op een gegeven moment word ik er gewoon niet goed van. Ja, zeker. Ja. Lekker veel poedersuiker erop, dus het komt helemaal goed. Nee, die blijft natuurlijk vast in het programma. De oliebollen, die horen erbij. Lekker genieten, Wim. Wat een goede kermis. En dat doen we.